Klimaatverandering zorgt nu voor een extreme droogte. Daarom heeft het geen zin dat vissers eigendunkelijk dammen doorsteken. Dit zei minister Marciano Dassai van Ruimtelijke Ordening en Milieu, ROM, vandaag in de Nationale Assemblée tijdens de behandeling van de Milieuraamwet. Hij zegt dat vissers geïnformeerd moeten worden over de situatie, zodat zulke handelingen achterwege worden gelaten. En hoe controleren we dit effectief? Het is allereerst belangrijk dat de vissers bij Bigipang en Komowijnen moeten worden geïnformeerd dat het geen zin heeft om bij droogte de dammen door te steken en hoe ze het best moeten omgaan met deze situatie. Dus dit is een gezamenlijke inspanning van de ministers of ministeries van OW, LVV en ROM. Daarnaast geeft de bewindsman aan dat de agrarische sector weerbaar gemaakt kan worden tegen klimaatverandering. Als een aantal zaken in place zijn, zoals het verrichten van onderzoek. Hij zegt dat er eerder geen onderzoeken zijn gedaan, waardoor geen duurzame oplossingen voor dit probleem zijn aangedragen. Momenteel maken we mee dat watervoorraden drooglopen, watervoorraden worden verontreinigd en er een hoge mate van verzilting plaatsvindt. In onze nationale adaptatieplan, dat elk land dient op te stellen in het kader van klimaatsverandering, en is opgesteld onder coördinatie van het ministerie van ROM, samen met de verschillende ministeries en overige stakeholders, is aangegeven dat we onze dataverzameling, dataverwerking en onderzoek moeten verhogen. Dit doen wij door het uitvoeren van diepgaande studies en het opzetten van een observatienetwerk en monitoringssysteem. Het ministerie van ROM is bijvoorbeeld nu bezig met de uitgebreide geomorfologische onderzoek om grondig de processen te begrijpen die hebben geleid tot de vorming van de huidige landschapsstructuren. En dan kan er straks weer gevraagd worden waarom zoveel onderzoek, we willen actie zien. En dat is juist het probleem van voorheen. Omdat er niet voldoende onderzoek is geweest en we niet voldoende data beschikken, kunnen we niet altijd duurzame en effectieve oplossingen bedenken voor bijvoorbeeld het voorkomen van kusterosie of om op een duurzame manier de social impact van de klimaatsveranderingsproblematieken in gebieden te beperken. Minister Dassai zegt dat er ook gewerkt moet worden aan wet en regelgeving op het gebied van klimaatverandering. Ook moet er een wet komen over rampenbeheersing.